focus die streeft ernaar om de efficiëntie bij bedrijven te gaan verhogen. Ja, dat doen we door software. Dus we hebben software geschreven waarmee dat we processen binnen een bedrijf kunnen gaan automatiseren, waardoor dat we heel veel repetitieve taken kunnen wegnemen, zodat er ruimte vrijkomt voor de werknemers binnen het bedrijf en voor het bedrijf zelf om effectief meerwaarde te gaan bieden naar hun klanten toe. En daarvan is Coreuit een heel mooi voorbeeld. Algemeen automatisatie komt er natuurlijk op neer dat we het creatieve dat bij de mensen zit meer kunnen gaan laten spelen, zeker in een communicatiebureau, zodanig dat we de repetitieve, de saaiere zaken iets wat kunnen wegnemen en dat de mensen eigenlijk waarvoor dat ze hier zijn, hun creativiteit kunnen potvieren. Switch is het softwarepakket dat door een focus ontwikkeld is en gaat koppelingen maken tussen bestaande software in de organisatie. Ja, dus dat maakt het voordeel dat je als organisatie geen zware investering moet doen, want je kan je bestaande software gaan hergebruiken. En wij gaan gewoon dankzij Switch die software automatisch gaan aansturen. Gaan zeggen van, jij moet nu dit doen met die file en dan komt het resultaat eruit. Ik veronderstelde dat Switch bij ons vooral het werk efficiënter kon maken, dat we ook meer konden gestandardiseerd werken, foutenlast uitschakelen of verkleinen. Dus van daaruit hebben wij ook Switch bekeken. We zijn initieel begonnen met Switch vanuit een piloot. Waarom? We wouden in eerste instantie zeker weten of hetgeen dat we vooropgesteld hadden van verwachtingen, of dat we dat konden realiseren. Dus we hebben eigenlijk in een eerste fase hetgeen dat we dagelijks manueel doen qua beeldactiviteiten, blijven doen en daarnaast diezelfde beelden eigenlijk ook opgenomen in onze switch-modus, workflow, om dan effectief één op één te gaan vergelijken, zijn de resultaten min of meer hetzelfde en beantwoordt het aan de verwachtingen. En dat was inderdaad het geval. We hebben tijdsmetingen gedaan en om te kijken of dat alles positief was en ook mensen bevraagd en daaruit bleek dat zij minder frustraties hadden. We krijgen beelden toe, leveranciersbeelden meestal. Die droppen we in het programma en Switch gaat voor ons al een bepaalde keuze maken of beelden oké zijn, of die naar een technische controle moeten, of die afgekeurd zijn. Doordat dat al gerangschikt is, kunnen we perfecte beelden daaruit halen en ermee doen wat nodig is. Het is bijna zoals plug and play, hè. Je steekt het erin, het komt eruit, het staat allemaal mooi geclasseerd voor u. Dus kinderspel zou ik zeggen. Eenvoudiger kan niet. Bedrijven denken vaak vanuit een economisch standpunt, maar als we zien eenmaal dat Switch geïmplementeerd wordt, zie je heel vaak dat er een groot stuk arbeidsvreugde bij de mensen terugkomt. Een werknemer die tevreden is in zijn job, die plezier heeft in zijn job, gaat sowieso ook een economische meerwaarde voor het bedrijf gaan betekenen. Dus dat is een win-win op alle vlakken. Eigenlijk heeft het mij uiteindelijk een rustgevend gevoel gegeven. Doordat je rustiger wordt, minder gestresseerd, kun je ook meer aandacht besteden. Niet alleen aan het beeld dat uiteindelijk beter is van kwaliteit, maar ook de kwaliteit en de omgang met de mensen verbetert. Vroeger maakten we daar de tijd niet voor en dat gaat nu wel. Met betrekking tot de groei of de mogelijkheden van Switch binnen de organisatie. We verwachten dat er op termijn qua werkvolume, aantal beelden gaat het dan, dat zal verhogen. En daarnaast zien we ook nog andere mogelijkheden binnen bijvoorbeeld onze fotostudio, om daar ook bepaalde kwaliteitscontroles te gaan uitvoeren en ook weer het kunnen genieten van die uniformiteit en die standaardisatie.